Ben die buiten komt en streamt. Hij is buiten. Zo, ik ben aan het vloggen. Nou, zie je het een keer live, hè? Ja, het ziet er best netjes uit. We zijn vandaag op historisch Zoetermeer. Dat is ons eerste festival van het jaar. En ja, ik hoef geen vaccinatiebewijs meer te laten zien, want ik heb nu een stempel. Oh, je ziet het niet. Ik heb een stempel. En die stempel? Die kreeg ik bij de ingang. Oh, ik niet? Nou, maar misschien moet je er even eentje halen dan. We gaan even rondlopen, want er is hier een hoop te zien. En Chinees is snel afgeleid. Dat betekent dat we door moeten lopen, want Chinees wil heel graag kijken. Ja, of niet? Ik wil heel graag kijken. Nou, let's go. Er zijn inmiddels mensen in jouw programma. Ik zag net een heel cool zakhorloge. Ja, dan ga je erover nadenken en dan denk je bij jezelf, ja, ik kan het ook niet doen. Ik ken mezelf. Uiteindelijk zal ik het niet gebruiken. Nou, ik zou zeggen, dat hebben we goed voor elkaar. Het eerste festival van het jaar. En het laatste waarschijnlijk. Het erg is nog. Zijn bier is groter als mijn drinken en we hebben evenveel betaald. Ja, voor ons. Maar ja. Wat ga je doen? Het toilet. Je gaat weer naar een attractie? Ja. En denk erover na. Kunnen we niet even iets in de fik zetten? Jouw bier? Nee. Ze wil mijn bier in de fik steken. Dus nu moet ik het opdrinken voordat ze terug is, want anders gaat ze het in de fik steken. Ik denk dat het niet zo lekker brandt. Dat weet jij helemaal niet. Hoe kun je nou zeggen dat bier niet lekker brandt? Zullen we het proberen? Ik heb een aansteker. Ik heb geen aansteker bij me dit keer. Vaak zat wel trouwens. Ach ja. Wat is het leukste wat je hier tot nu toe gezien hebt? Waar moet ik echt heen als ik hier kom? Daarheen. Daar is gewoon de echte ouderwetse sfeer met dans en superleuk. Daar is op het eiland. Het eiland. Dobbe-eiland heette dit volgens mij vroeger. Ja, volgens mij wel. De Dobbe. Ja, de Dobbe. Hoe vaak mijn broer daar wel niet hebben gezien, hoor. Mijn broer zat er altijd met zijn vrienden te zuipen. En terecht. Waar moet je anders zuipen in Zoetermeer? Als alternatieve klojo. Of daar, of in Laatstaan. Oh ja, daar kun je ook nog heen inderdaad. Laatstaan was hij ook vroeger te vinden. Ik loop 10 jaar later. Goed punt, goed punt. Ja. Goed verhaal, lekker kort ook. Wat gaan we doen? Oh, we gaan nu naar de Dobbe. Ja? En dan moet je denk ik hier heen. Nee, je kan ook zo. Nee, dan ga je denk ik naar de show. Even kijken. Weet je wat, hier. Ga daar. Lekkere vlogpik. Nee, daar kon je dus niet langs. Dus toen zijn we weer omgelopen via een hek. Toen zijn we weer verder gelopen. Behalve dat, volgens mij heb ik ook mijn nek verbrand gisteren. Maakt niet uit. We gaan weer door. En, wat vind je ervan? Ik weet niet, ik heb nog geen rondje gelopen. Je bent nu ervan wel. Ja, maar ik heb nog geen heel rondje gelopen, dus kan je nog niet vertellen wat ik ervan vind. Oké, dan wachten we nog even. Oké, Chinees de eerste Spirella, wat vind je ervan? Nou, de eerste vraag is, hoe eet je dit? Nou, het is niet heel bijzonder. Ja, natuurlijk. Vind je het niet bijzonder? Er zit niet veel smaak aan. Ja. Ik over op de GoPro. Hij is leeg. Is goed. Okay. Nou, ik heb mijn energie weer aangevuld. Met een, hoe heet zo'n ding ook weer? Een Spirello. Met een Spirello. Ik blijf het zeggen, ik heb net weer een andere smaak geprobeerd. Maar het is nog steeds niet te vreten. Ik vind het nog steeds niet interessant. En Chinees weet niet hoe ze het moet eten. Nou, ik vind het niet lekker. Maar nu heb je alles een beetje gezien. Wat vind je ervan? Ik vind het leuk. Het is gezellig, maar ik had er meer van verwacht. Meer verwacht? Ja, als ik denk aan een historisch festival, had ik het groter verwacht. Jij wil dino's? Ja, dino's. Nee, ik had op zijn minst toch wel een vogels of
Ah, oh, jij mist gewoon vogels. Ik mis vogels. Ik wil vogels. Kijk, Janice, een poes. Dit is een paard. Nee. Hey. Nou zijn we bij de paarden. Wat wij willen bekijken is of we in ieder geval nog één show mee kunnen pakken. Dan hoeven we morgen namelijk niet terug. Althans, ik niet. En daarna zien we wel. Jullie allemaal heel hard kunnen roepen. Nou, we zitten nu bij de vogelshow. Dus dat gaan we nu doen. Luister, wij zijn al de hele dag op zoek naar iemand die zich niet laat zien. Jullie doen ze elke dag? Ik ga nog zitten. Ik ga halen. Ik ga halen. Heel goed, we dat op 3. 1, 2, 3. Regana! Regana! Volgens mij heeft ze het nog niet gehoord, jongens. Mag het nog één keer, maar dan echt op jou. Ligt hier. Ja. Die. Oh, daar zo. Ja. Dat is toch geen vogel meer? Nee. Waar is het trots? Een beetje heulen met hun mensen. Wacht, je wilt toch niet met mensen omgaan? Je moet er toch niet aan denken dat je een mens bent? Hallo. Oh ja, sorry. Ja. Nou, het is over de show. Ik vond het best leuk, ze hadden er een beter verhaal dan vorig jaar. Nu gaan we denk ik weer iets anders doen. Wat gaan we nu doen dan? Naar huis. Gaan we naar huis? Ja. Ik zie een vrij picknicktafeltje. Ja, kan wel, trouwens. Dan gaan we dat nog even doen. Doen we nog even één drankje en dan gaan we naar huis. Ja? Oké, dan gaan we dat doen. Vond je het leuk? Ik vond het in elk geval heel leuk. Dus ja. Meer heb ik niet te vertellen. Ik nam net zo haar kind over. Maar ik vind het heel vermoeiend kinderen. En aan de andere kant, ik ben wel goed met kinderen. En ik wil heel graag kinderen, maar... Hij heeft geen zin meer. Mis en gillen ben jij. Ik vind het heel lastig. Heel lastig. Nou, daar zitten we dan.
Hey Rianne. Rianne is altijd in de stream. We zitten op historisch Zoetermeer. Ik zit lekker aan een biertje. En we gaan straks naar huis, maar ik wilde eerst nog even een rondje lopen met jullie om te laten zien hoe het eruit ziet. Maar hoe gaat het, Rianne? Eigenlijk zou je de show moeten eindigen. Maar ik wist niet of het mocht. Daarom deed ik het niet. Wil je Gaming Panda Mami zien? Kijk, daar is Gaming Panda Mami. Hi. En wie hebben we hier? Gaming Panda Mami. We gaan één rondje lopen nog en dan gaan we weg. Je kan meelopen. Ik heb net ook mijn laatste rondje gelopen. Ik loop nog wel mijn laatste rondje. Ik ben niet zo moeilijk. Dat kan even. Lief, zullen we weer daarheen gaan dan? Ik ben goed op 10.000 laatste rondjes. 10.000, 20.000, 30.000 laatste rondjes. Ja, pretty much. Hey Grimshaw, hoe gaat het ermee? Hi Grammy. Ben die buiten komt en streamt. Hij is buiten. Het is eng. Echt waar niet? Ja. Ik ben bang dat dat hetzelfde nu is. Zometeen daar. Ik ook. Ik denk dat we niet meer naar binnen mogen. We can always try. Loop ik dan met mijn biertje? Mogen we niet meer naar binnen straks? We can try. Nee, hebben we. Ja, kunnen we krijgen toch? Ik ga naar de stoep. Ja. Niet te praktisch voor mij. Ben die buiten komt en streamt. Hey, ik heb ook gestreamd in de Efteling, hè? Jor, het is een rare gewaarwording. Jij die buiten komt. Ik weet niet of jullie Sneez hebben verstaan. Maar ze zei, eigenlijk is het makkelijk. Je koopt gewoon blauwe bakjes. Je doet er friet in. Je hangt een poster op van piraten en je hebt piratenpatat. Helemaal een thema. Verkoop. Ik vraag 3 euro voor een paar frietjes. Nou, en klaar ben je. Klaar ben je. Iedereen koopt het. Want je hebt je uit. Dat is bijzonder. Gewoon speciale kruiden overheen van nog geen. Dan zijn we daar net het terrein opgelopen. Ik gok dat we hier straks niet meer terug mogen. Dus dan moeten we eromheen lopen. Maar dat moeten we maar voor lief nemen. Later. Nog een keer. Lief zijn voor je vriendin, apropos. Ik ben altijd lief voor haar. Hier. Nog één. Dankjewel, lieverd. Oh. Spreek jullie vandaag. Doei. 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 Ben nog zwaaien of niet? Hey Milan. Doei. Kun je nog zwaaien? Nee. Exacte woorden die je vriendin. Probeer het nog een keer. Oh, ja. Ja, toch wel. Doei, doei, doei. Oh, sorry Rianne, er zit een kleine vertraging in. Dus ik kan helaas geen doei zeggen voor je, maar misschien dat ze zo de streaming komt, dat weet ik niet. Het is niet zo heel erg ver naar Leidschendam vanaf Zoetermeer. Want we streamen vanuit Zoetermeer. Ik heb mijn map niet aanstaan, want ja, ik dacht niet dat iemand... Ze gaat naar Den Haag toch? Nee, Leidschendam toch? Ze gaat naar huis. Ja, maar ze woont in Leidschendam. Nee, ze woont in Leidschendam. Nee. Woont ze in Den Haag? Ze woont in Den Haag volgens mij. 10%. Ben ik nou weer te warm? Mijn woont ze in Den Haag? Ik weet het niet meer. Dat was de vlog. Ze woont inderdaad in Den Haag. Janice had gelijk. Ja. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet te liken. En te delen. En vergeet ook niet Gaming Panda Mami te checken op YouTube. Dankjewel. Doei doei. Hey, Ghana!